Ik heb 100 euro verdiend door het maken van een YouTuber diss track, denk ik. Even voor de context. Begin april 2022 plaatste het Nederlandse YouTuber Siem een post op zijn Instagram waarin hij een diss track competitie aankondigde, waarvan de winnaar 100 euro zou krijgen. Toen ik dat zag, dacht ik meteen van... Here comes the money! Here we go! Dat is een makkelijke manier voor 100 euro maken. Let's fucking do this! Zeker ook omdat het Siem is, een guy waar ik al 2 eerdere diss tracks op heb gemaakt. Dus ik maakte een diss track genaamd Onder de Grond. Dat is inmiddels een jaar geleden. En hij heeft eindelijk een reactievideo gemaakt. En daar gaan wij nu op reageren. Ik ga jullie ook wat insights geven van bepaalde lines. En gewoon kijken naar wat zijn mening is over de diss track. Ik ben benieuwd. Het heeft zo lang geduurd dat zelfs 2 van de kijkers naast hun diss track nog een liedje hebben gemaakt over dat het te lang duurt. Dat was ik ook. Als het zo lang duurt dat mensen een liedje gaan maken over dat het lang duurt. Het liedje dat het te lang duurde is al van een jaar geleden. Het duurde heel lang. Koptelefoontje op. Wacht tot 2 maand op een nieuwe video van Siem. Prachtig zangtalent natuurlijk. Zo, je merkt dan meteen dat ik een fantastische zanger ben. Want na mijn diss track heb ik niets meer van hem gezien. En ik ben zeker dat ik die barking verdien. Dus waar ben je, Simon? Met mijn 100 euro. Trappen deze competitie om 100 euro. Of een barkie af met niemand minder dan Noah Tucker. Eerst gaat hij reageren op Notalist. Ook een goede guy, goede rapper. Maar daar gaan we natuurlijk niet op reageren. We zijn hier om je blauwharige boy te zien. Dus we skippen meteen over naar mijn diss track. Als er iemand is die dit kan overtreffen, dan is het Jetter. En Jetter, de poepspetter, die ken je misschien ook wel. Hij heeft... Ik ga de poepspetter allegations nooit meer kwijtraken. Wel eens eerder een diss track. Nu, een diss track heb ik ook al gemaakt, omdat het schild en neven. Een diss track op mij gemaakt. Namelijk 2, of misschien zelfs 3. Ik ben de tel gewoon kwijt. Hij heeft de drive-by diss track. Dat was deze. Ik ga eerlijk zijn, de verses is wel fijn. Maar waarom sta je allemaal fucking lines? Je bent geen rapper, al je channel offline. Babyface met een receipt in hairline. Bro, honestly, chorus on point, autotune niet. Dat heeft daarna echt wekenlang, misschien wel maandenlang in mijn hoofd gezeten, dat deuntje. En na 2 diss tracks op mij, die voor het eerst views pakte op zijn kanaal, dacht hij, nou, ik moet gewoon nog een derde maken, heb ik ook weer een keer views. Ik wou gewoon 100 euro, oké? Okay? Wat het is geworden, ik kan niet wachten, ik ben echt hyped. Maak ik nu serieus een derde diss track over de guy die stage liep voor zijn muziek bij Milan fucking Knol? Oké. Ja, ik heb stage gelopen bij Milan Knol. Trek is nog niet begonnen, al direct aan paas. En dat was gewoon hartstikke leuk. Ik heb bij Milan teksten geschreven voor liedjes van hem. Motherfucker heeft imago geschreven. Sorry, dat verdient dan een hele nieuwe diss track. Man was Milan Knol's ghostwriter. Dus geen haat op Milan Knol, oké? Okay? Stage bij de guy die Ik Wil Fietsen 2 keer heeft gemaakt. What the fuck had het dat? Inmiddels heeft hij Ik Wil Fietsen iets vaker dan 2 keer gemaakt. Hij heeft hem namelijk in iedere taal nog een keer gemaakt. Maar dat terzijde. Leren. Wordt het een gekke gedeerd? Dat je eindelijk van UFO te leert. Wow! Dat je rapper ligt u erbij neer. Heb die loser nu al 2 keer gevleed. Dat blauwe haar staat je trouwens echt goed, Jetter. Jij bent een trendsetter. Jetter de trendsetter. Het is Jetter de trendsetter. Jij hebt mijn pen game sterker, heb de best letters. Met je peek in mijn bed, ik ben een bedwetter. Die bivakmuts staat je ook goed. Misschien moet je gewoon vaker een bivakmuts over je hoofd heen trekken. Oh bitch, shut the fuck up. Nee, maar ik ging wel echt voor zo de dark vibe. Gewoon omdat... Sorry, een Siem diss track is nu niet direct de hardste diss track die je kunt maken. Het is niet alsof ik een echt monster aan het dissen ben ofzo. Ik ben een guy aan het dissen die Wie is de Mol video's maakt. Veel kan ik niet zeggen. So I figured, ik ga compenseren voor de simpele bars door een heel dark clip te hebben. En ik wist op de fase zo van de... Ik moet dus straks maken in de mol gaan raden. Oh! Het is een overgaande vies vertalen. Ja, dat is waar. Ik ga hem naar je vies te halen. Moet je Jetter vragen nu met jou te maken. Oh! Ik ben wel gekomen met receipts, man. Like, ik had al die shit gewoon in de video laten zien. Want bro, mijn lines. Jij vraagt mij om u te helpen. Dat lijkt fucking tekst. Ga je lieve beest. Doe je fucking lights op geen lieve heer. Dat ik kijk, gaat duren tot een lieve heer. Op die line ben ik wel trots, man. Knock your fucking lights out, geen lieve heers. Tot die guy gaat bidden tot een lieve heer. First of all, wordplay, lieve heers. Lieve heer.
duidelijke wordplay, maar ook knock your fucking lights out, geen lieve heers. In de vorige district is er opgekomen dat hij een lieve heersbeest lampje heeft. Knock your fucking lights out, geen lieve heers, tot de guy gaat de bieren tot de lieve heer. Bars! That's called motherfucking bars, nigga! Fucking you know nothing about that! Versta alles al gezegd, dus het spul niet terug zodat je alles hebt. Ja, Space, daar werd niks gehad. Oh, Space, ik kom er ook nooit meer vanaf. Ja, maar ik zeg ook letterlijk in de track, ik heb alles al gezegd, dus ik spoel terug zodat je alles weer hebt. Ik ben oude disses weer terug naar boven aan het halen van, yo bro, remember, ey. Dat blijven mensen altijd terughalen. Ik heb ooit auditie gedaan, heel lang geleden, voor Space Zoekt Space. Was toen een talentenjacht voor YouTube. Toen beseffen dat Simon geen rapper is, hij is een neppe bitch. Oh. Gebruik teksten, want hij ging niet verder shit. Iedereen weet dat hij slechter dan Jetter is. Wow. Dat Steffi is, maar toen is harder shit. Toen net weer alles mis, als hij een ander is. En dat zijn stem vaak naar Jank in de kaarten klinkt. Wie zou je pakken, ze kan niet langer zijn. Dat is gemeen. No shit, maatje, het is een diss track. Wat? Ik zie in één keer Max. Sim is helaas overleden. Hij is waarschijnlijk een overleden. Het editen van een van zijn video's. Vanwege een te grote hoeveelheid cringe. Echt een leuke video. Max! Oh, ik moet bijna huilen. Damn, foreshadowing voor een volgende line. Dit is natuurlijk al een jaar oud. Ik heb daarna nog heel vaak met Max afgesproken. We hebben Wie is de Mol video's gemaakt. We hebben voor Wie is de Mol België gezeten. En hij heeft hier gewoon niks over gezegd. Dat mocht hij legaal ook niet. Ik heb hem een NDA laten tekenen. Oh, Max, ik ben flink in je teleurgesteld. Nee, Max, ik hou van je. Maar niet op de manier zoals mensen soms denken. Hmm? 22, inmiddels 23, maar hij lijkt op een kind, dat is wel waar. Ja, sorry, ik kan er niet aan doen dat jij een jaar na de fucking district reageert, hè. Baard groeien, geen haar op je kin. Nou ja, ik heb het net geschoren, maar normaal zit er wel. Ja, ja, sure. Oh! Man voegt zijn eigen adlibs toe en dust zichzelf daarin. Oh! I told you it was foreshadowing. Die line is niet heel goed geaged. Alle songs zijn mid, net als Curtis Jones. Toen destijds was Curtis Jones vrij mid. Maar nu is hij heel goed aan het spelen voor Liverpool. Alhoewel, hij is nog steeds midfield, dus technisch gezien klopt het nog steeds. Gaat hij ook nog even promo maken voor zijn merch? Verdient man, dit is een harde diss track. Je mag even promo maken voor je merch. Jetter.store. Het heeft zo lang voor hem geduurd om op deze diss track te reageren. Dat Jetter.store niet meer bestaat. Het is Jetter.be nu. Jetter.be! Dan wordt mijn merch gepromoot in een ander guy zijn video. Verkeerde link, omdat hij een jaar te laat reageert. Het is toch zo warm, man. I just wanna know, man. Lower your tone. Oh. Ik zit goed in de flow. Je hangt verder aan die boot. Je bent niet zo pro. Dit is alleen voor de toon, maar ik kom er Waarom heeft hij ook een gun in zijn handen? Waarom heeft hij een pistool? Ik vind dat best wel agressief. Het is een diss track, het moest agressief zijn. Plus, zoals ik al zei, ik wou compenseren voor hoe lackluster de disses echt zijn. Ik ben aan het praten over hoe Wie is de Mol video's maakt. Dat is nu niet echt diss track waardig of zo. Ja, ik verstond. Dit was de nail in de coffin. Nu houdt hij wel even zijn mond. Ja, hij was een fan van de mol. Dus ik leg hem onder de grond. Hij was een fan van de mol. Ik hoop dat je mij verstond. Hij was een fan van de mol. Dus ik leg hem onder de grond. Ik hou echt van de outro stukje. Dat blijft eigenlijk echt in mijn hoofd zitten. Dit was de nail in de coffin. Nu houdt hij wel even zijn mond. Ja, hij was een fan van de mol. Dus ik leg hem onder de grond. Ja, doen we het nieuws hoor. Lantefantus ook nog. Nee, joh. Dankzij Lanterfanters wist ik dus ook dat Siem stage had gelopen bij Milan Knol voor zijn muziek. Ja, ik vind het echt wel... En Finny, tuurlijk! Ja, het was wel... Hij heeft iedereen erbij gehaald. Als je zoveel cringe moet aanzien, dan kan dat, ja, gewoon fataal worden.
Ja, het is gewoon een harde diss track. Ik had voor de vibe van diss track, ik had heel veel inspiratie gehaald uit Death to Corny Rap van Screw Van Shaw. Screw is mijn favoriete YouTube rapper. Dus hij is ook een hele grote inspiratiebron voor mij voor mijn diss tracks. En ik denk dat echt heel erg doorschijnt in deze diss. Jetter. Wij moeten even praten, Jetter. Inderdaad, ik heb je mijn bankrekeningnummer al doorgestuurd via Instagram DM. Maar PayPal mag ook. Er is paypal.me/nietjetter. Dit was al je derde keer. Dus in die tijd heb je natuurlijk heel veel geleerd. Dit heb je vaker gedaan. Maar mijn verwachting was daarom ook hoog. Ik had gewoon een hoge verwachting. Ik denk, Jetter is die Sim Distrack Pro. En je hebt die verwachting overtroffen. Zaten harde disses in. Je hebt er zeker goed over nagedacht. Ik vond het een lekker trackie. Iets te agressief af en toe. Agressie moet erin zitten, man. Anders is het geen diss track. Anders is het vaak een Sinterklaas gedicht. Dat doen we niet aan. Max erbij betrokken en Lantefanters, die ik ook nog gisteren heb gesproken. Ja, hun heb ik ook een NDA laten tekenen. Dat is gewoon businessman. Nee, heeft hij ook nooit iets over gezegd. Je leert maar weer wie je kan vertrouwen in deze wereld. Helemaal niemand. Oh, ik voel me zo alleen. Laat vooral even in de reacties weten welke van deze twee jij het beste vond. Die van Notulist of die van Jetter. En in de volgende video gaan we de andere diss tracks behandelen. Kijk, laten we even gaan kijken in de comments. Wat de kijkers van Seam vinden. Jetter, ze waren allebei goed, maar die van Jetter was een hardere diss. Ik vind die van Jetter wel echt heel goed. Die van Jetter was absoluut beter. Dus Seam, ik heb het al eerder gezegd. Ik heb je al mijn bankrekeningnummer gestuurd. PayPal mag ook. Ik zie die 100 euro wel verschijnen, weet je. Vonden jullie deze video leuk? Druk even op like. Vinden jullie ook dat ik ben gewonnen? Ga dan even naar zijn comments en spam mijn naam. Jetter, let's do. En ik zie jullie later, mensen. Later. Young Mars, ik hem hoger dan SpaceX. Dit is de real Africa Morty, ik heb SpaceX. Ben een Mars, met dit witjes in een feestend. Politie zoekt mij, denk het waar ik in LA ben. Young Mars, ik hem hoger dan SpaceX.